In het Taporipa-gebied te Brokopondo heerst sinds donderdag 22 maart een zeer onveilige situatie. Volgens parlementariër Wendel Assadang van Brokopondo brachten enkele hosselaars en geluchtzoekers hun leven in gevaar door in een goudput naar goudhoudende kwartstenen te zoeken. De kwartstenen worden vermaald en daaruit wordt het goud gehaald. Assadang zegt dat de autoriteiten ter plekke zijn geweest en de hosselaars hebben aangezegd te stoppen. Gelukkig hebben ze hieraan gehoor gegeven. Vanwege deze situatie is er vandaag op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een spoedoverleg geweest. De ministers van NH, RO, de DC van Brokopondo, het Hoofd Nationale Veiligheidsdienst en de politie zaten onder meer aan bij dit overleg. Volgens minister Gillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen gaat het hier niet om een gedoogbeleid. De bewindsman zegt dat de regering beseft dat de mensen als het ware op goud wonen. Daarom wordt gewerkt aan de mijnbouwwet. Dodson zegt dat de situatie gelukkig niet meer zo gevaarlijk is. Er is zelfs een dode te betreuren geweest omdat men was gaan tunnelen. Er is een 3-verdiepingen tunnel gemaakt en het is ook ingestort wanneer er 1 persoon het leven heeft gelaten. Eigenlijk wat we daar hebben nu is een situatie à la Roma Pit, kan je zeggen. Waarbij het totaal uit de hand is gelopen. De mensen hebben geen zicht meer op wat er gebeurt, omdat ze die stroom, akkoekenmangs enzovoort niet kunnen controleren. Je hebt ook dat het zo ver is gekomen dat de DC zelfs niet vrij in het gebied kan gaan. Alleen is door spek met, of kon gaan, het is door spek met allerlei soorten geruchten. En er is ook gekke dingen die gebeuren waardoor de situatie helemaal onoverzichtelijk is geworden. We hebben elders in het district, ik denk aan Bewoyo, bijna een soortgelijke situatie. En nog meer harden. En ik denk dat vanuit het ministerie zeker een roep is naar de andere organen om een joint te vormen. Om volgens de mijnbouwwet de zaak af te handelen. De bewindsman benadrukt dat de bewoners van Dripada en Taporipa altijd vredig met elkaar hebben geleefd. We kunnen nu niet toestaan dat goud een weg drijft tussen deze gemeenschappen, zegt hij. Het gebied kan niet aan een partij toegewezen worden, omdat er is besloten het onder staatsbeheer, dus onder beheer van Grasalco, te plaatsen. Kenya Pansa, districtscommissaris van Brokopondo, zegt dat het traditioneel gezag morgen een kroete zal houden om dit probleem te beslechten. Haar grootste angst is dat er een burgeroorlog uitbreekt indien er geen draagvlak wordt gecreëerd. Grasalco-directeur Sergio Akimbote benadrukt dat alle problemen via dialoog opgelost kunnen worden. Het moet duidelijk zijn wat welke belangen er zijn. Toch, het is heel erg belangrijk om te weten welke belangrijke belangen er zijn te spelen in het geheel om het te organiseren. Als we zeggen dat de gemeenschappen gedeeld moeten worden op eerste plaats, dan moet dat duidelijk zijn voor iedereen. Dat het belang daar ligt, dat de gemeenschap daar brood moet verdienen. En hoe dat verder vorm zal krijgen, dat is wat wij nu met elkaar duidelijk over moeten zijn. Er is gesproken over het recht dat we kennen aan Grasalco. En het komt heel vervelend over als ik dat zeg, maar ik moet dat ook benadrukken. Het recht aan Grasalco toebedeeld moet wel het recht zijn aan Grasalco toebedeeld. Het moet niet zo zijn, en ik heb praktisch spreek het uit ervaring, Maripasco is in eerste instantie gegeven aan Grasalco, maar iedereen daar buiten bepaalt of Maripasco zonder Grasalco stellen. Dat moet duidelijk zijn. Als houder van het recht over de afspraken dat ik overleg zoals we dat nu hier doen, wordt gesproken. En dan praat ik niet over het beeld van veiligheid. Wanneer er veiligheid aan de orde komt, dan staat de wet daar duidelijk en jezelf Grasalco niet zeggen. Sergio Akimbote, directeur van de NV Grasalco. Akimbote benadrukt dat Grasalco geen interesse heeft om zelf daar te gaan mijnen. Voor hem is belangrijk dat de orde en rust terugkeert in het gebied.